Easy Hotel Benelux is in Zaandam bezig met het realiseren van een vestiging in de Zaantoren. De werkzaamheden zijn gestart in augustus en de verwachting is dat in mei 2017 de eerste gasten kunnen overnachten in kamers die allemaal uitzicht bieden op het fraaie nieuwe centrum van Zaandam. Een interessant hotelconcept waarvan Easy Hotel zelf zegt dat het aanvullend is op het al bestaande hotelaanbod in het centrum. Easy Hotel is al enige tijd in de regio aan de weg aan het timmeren. Wij zijn 5 jaar geleden begonnen in Amsterdam op de Ferdinand Bolstraat. 3 jaar geleden hebben we een hotel geopend in Rotterdam, Den Haag. In oktober van het afgelopen jaar zijn we in Brussel open gegaan. Vorige maand op de Arena Boulevard. En dit wordt ons 6e hotel in Zaandam, in de Zaantoren. En waar we super trots op zijn, want dit wordt ons eerste hotel waarvan we kunnen zeggen een room with a view. Rondom, alle kamers hebben een prachtig uitzicht. Alle etages. We hebben een etage 9, 10 en 11 in de Zaantoren. En er komen totaal 96 kamers in dit gebouw. We zijn hier op de 11e verdieping. Hier zijn ze nu bezig met wanden aan het stuken. En overal zijn de gaten geboord in de vloeren voor de riolering. Als je verdieping lager gaat op de 10e, dan zie je dat daar alle duizenden gipsplaatjes staan die vorige week naar binnen getakeld zijn. Nog een verdieping lager op de 9e staan de eerste wanden al en de geraamtes van de eerste hotelkamers. Daar zijn ze nu het verst. Jullie zitten natuurlijk wel dichter bij andere hotels. Hoe zien jullie dat? Ik zie dat als een uitdaging en ik denk ook dat wij een aanvullend product zijn. Het Intel zit hier schuin tegenover. Ik denk dat we elkaar kunnen versterken. Wij bieden namelijk alleen maar een goed bed en een goede douche aan. Dat is het concept van Easy Hotel. Voor een lage prijs. We zijn een prijsvechter. Easy Hotel is natuurlijk afgeleid van EasyJet. En wat wij doen is op een goede locatie, altijd centrum. Je zal ons nooit langs de snelweg vinden. Bieden wij een goed bed aan en een goede douche. En gasten gaan naar buiten voor hun ontbijt, lunch of diner. Directe horeca in de buurt hebben altijd profijt van een Easy Hotel. In Amsterdam, in de Ferdinand Bolstraat, zit een bakker. Die heeft sinds dat wij daar zijn gekomen 25% meer jaaromzet. Gasten gaan naar buiten voor hun ontbijt. En zo kunnen ze ook gebruik maken bij het Intel van de faciliteiten. En qua prijs bijten wij elkaar niet. Waarom is ze gekozen voor Zaandam? Dat heeft deels te maken met het feit dat je in Amsterdam geen hoteluitbreidingen meer mogen komen. Vooral in het centrum niet. Nieuwe hotels die breiden uit langs de rand van de stad. En wij zien hier in Zaandam enorme opkomst van evenementen. Zaandam Marketing doet heel veel om nieuwe evenementen naar Zaandam te krijgen. Er zijn al feesten hier bij de Hembrugterrein. En de Yada Yada Markt. Je hebt natuurlijk de Zaanse Schans, die 3 miljoen bezoekers per jaar trekt. Wij zien hier gewoon groeimogelijkheden, zowel voor Zaandam als voor Easy Hotel.